ochtends kom ik binnen en uiteindelijk zie ik dus mijn hele werkschema voor de hele dag eigenlijk in mijn telefoon staan. We hebben ongeveer gemiddeld 10 bonnen zo over de hele dag. En dat kan variëren van een belletje tot aan een keukenblok of een kastdeur. Dus ja, we hebben eigenlijk wel behoorlijk wat diverse dingen wat we eigenlijk repareren. Waar ik het meeste trots op ben, dat ik de bewoners eigenlijk altijd help van hun problemen. Als de bewoner bijvoorbeeld een lekkage heeft in een keukenkastje, en dan repareer ik het. En dan ga ik met een goed gevoel ga ik weer de deur uit en de bewoner is blij. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het terugbellen en het klaarstaan voor de huurders. Als ze klachten hebben, dan behandelen wij die zo goed mogelijk af. En daarna staan we natuurlijk klaar voor onze servicemonteurs die onder mij vallen. Ja, de mensen zouden moeten komen werken bij Almere, dat de faciliteiten binnen Almere goed geregeld zijn. Ze hebben elke werknemer een bus met daarop alle gereedschappen waar ze mee de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het meest trots ben ik op dat je door kan stromen binnen Almere. En dat is als ik hier binnen ben gekomen als servicemonteur, daarna doorgegroeid ben naar de huidige functie wat ik nu uitoefen, dat is teamleider. In mijn functie doe ik hoofdzakelijk zeg maar, buiten het ondersteunen van de teamleider ook het technische gebeuren om de monteurs op techniek wat bij te leren vanuit mijn discipline, elektrotechniek. Meest trots ben ik toch wel dat je mensen iets leert en die dat dan ook in de praktijk meenemen. Waarvan je dan ook ziet van hey, voorheen moest ik je ondersteunen daarin en dat mensen dat nu zelf doen. Ik hou me dagelijks bezig met het begeleiden van de leerjongens, opdrachtjes oppakken, spoedjes oppakken die de huurders binnenbellen. Zo nu en dan een overleg met de wijkbeheerder over de wijk zelf. Ik ben bij Almere gaan werken omdat ik van de afwisseling hield. Dan ben je bezig met lekkage, dan met de stroomstoring, dan een kraantje verwisselen, dan een deur afhangen. En vind ik wel fijn dat ik de hele dag door verschillende klussen en opdrachten heb. Waarom zou je bij Almere komen werken? We hebben heel wat doorgroeimogelijkheden. We zitten in een leuke team met monteurs. We hebben een Almere Academy waar je cursussen en opleidingen kan volgen. En het is heel leuk en uitdagend werk.